Goedemiddag bij de webinar Ontdek GVW-CAD. Het is niet de eerste keer dat we deze geven, maar nu wel weer met nieuwe features. Nou, ik ben Colin Verkoot, ik heb hier Sean de Leeuw naast me staan. Goedemiddag. Die jullie natuurlijk meeneemt als kenner van GVW-CAD, als kenner van de civiele en infrawereld. Weet je als geen ander wat NLCS is, maar dat ga je volgens mij ook weer uitleggen vandaag. Jazeker, we gaan weer een leuk programma tegemoet voor vanmiddag. Dus ook welkom van mij allemaal. En we hebben inderdaad wat nieuwe leuke dingen te laten zien. Dus ook voor degenen die er al wat langer mee werken, die gaan ook wat leuke dingen zien, denk ik. Voor degene die mij nog niet kent, Colin Verkoot, manager van de bouw- en civiele afdeling installatietechniek. En nou ja, misschien niet met zijn voeten helemaal in de klei van de civiele wereld, maar wel van de architectuurwereld. En als het geen klei is, dan is het liefst sneeuw. Dan ben ik liefst aan het snowboarden of met mijn gezin bezig. Dus dat ben ik. Ja, en dat ben ik. Voor degenen die mij nog niet kennen, ik ben consultant aan de civiele kant. Ik ben woonachtig in Nieuwekerk aan de IJssel en heb ruim 25 jaar ervaring in de AEC-software eigenlijk. En mijn motto is eigenlijk eruit halen wat erin zit. Er zijn zoveel mogelijkheden. En met GVW-CAD voegen we daar nog eens een heleboel mooie extra opties aan toe. Dus ook daarin gaan we vanmiddag weer volop aan de slag. Leuk. Nou, ik ben benieuwd wat er nieuw is. Wat er veranderd is. Ja. Nou, dan heb ik hier al gelijk eventjes wat dingetjes staan. De agenda voor vanmiddag. We zullen allereerst nog eventjes focussen op de NLCS zelf. Wat toch kloppend hart is eigenlijk van GVW-CAD. En daarna gaan we gewoon eens even live aan de slag. Dan wil ik met jullie een aantal dingetjes laten zien. En natuurlijk laten we het interactief houden. Dus als jullie vragen hebben, dan zien we die graag tegemoet. Ik hoop verder ook dat het geluid allemaal netjes doorkomt. En het beeld natuurlijk. Mocht dat niet zo zijn, dan kan je eventueel je handje even opsteken. Of eventjes wat in de vraagbox typen. Maar stel gewoon je vragen. Ik probeer ze tussendoor op te pakken. En als dat niet lukt, dan doen we dat even aan het eind nog. De nieuwe features die ik aan jullie wil laten zien vanmiddag, dat is onze locatiekaart. In de loop van de tijd zijn er steeds meer gebruikers gekomen. Waaronder ook veel architecten heb ik gemerkt. Die het toch wel handig vinden om bijvoorbeeld een situatiekaart te kunnen gebruiken. Daarbij gebruiken ze de BGT. Maar die lopen nog wel eens tegen de coördinaten aan. Dat is een andere invalshoek als de civiele inframarkt. En daarvoor is die locatiekaart hartstikke handig. Nou, wat het precies is, ga ik jullie strakjes laten zien. Ook belangrijk, denk ik, de NLCS controllers. Dus we hebben een systeem ingebouwd waarbij we dus eigenlijk een check doen op datgene wat je hebt getekend wellicht, of wat je aangeleverd krijgt. En daar eigenlijk een hele snelle check op kunt loslaten. Dat is natuurlijk van belang, zeker als je je tekenwerk wil gaan aanleveren. Nou, zoals jullie zien zijn er hier en daar al wat certificaten uitgereikt op de foto, hier op de slide. Zo hier en daar geven we de workshops, geven we ook trainingen. Aan het eind van het webinar heb ik nog een datum voor jullie ook, wanneer jullie eventueel kunnen inschrijven voor een nieuwe workshop. Goed, laten we van start gaan, zeg ik. Eventjes terugkijkend naar de NLCS. Eigenlijk wat van belang is om echt te onthouden is dat die verplicht is. Hè. Ik denk dat de meesten daar al wel weet van hebben. Het is een verplichte standaard vooral voor overheden. En eigenlijk moeten daar heel speciale redenen voor zijn om daarvan af te wijken. Maar in feite is dat gewoon een verplichting. Nou, hij is opgezet als een 2D-tekenstandaard. Maar dat neemt niet weg dat ik gewoon ook zie dat hij ook in een 3D-model al gebruikt wordt. Hè? In feite, als jij gewoon Civil 3D gebruikt, jij gebruikt daarbij de Nederlandse Country Kit, ja, dan weet je dat je ook op de NLCS-layer-standaard in feite alle modellen kunt opleveren. Maar van origine is een 2D-tekenstandaard die objectgeoriënteerd is opgezet. Dus de objecten die je wil ontwerpen, die je tekent, die komen allemaal in een duidelijke naamgeving terug qua layernaam. Want dat is de sleutel eigenlijk bij de NLCS, de layernaam met name.
Vanuit de leernaam kunnen we ontzettend veel zaken afleiden. De discipline, een status en vervolgens een objecttypering, zeg maar. En dit is, waarom is deze die standaard eigenlijk opgezet? En dat zien we een klein beetje in die mooie cirkel hier op de slide. Op het moment dat je aan de slag gaat in de fase van ontwerp en engineering, ja, dan wil je heel vaak, of soms al op de fase van planvorming moet ik zeggen, dan wil je uit de bestaande data kunnen putten. Als je ergens op moet aansluiten met een ontwerp, een bestaande situatie, dan wil je uit goede gegevens gebruik maken. Nou, en om uiteindelijk die data aan de voorfase goed te krijgen, dan moet je hem op een bepaalde structuur gaan opleveren en aanleveren eigenlijk. Nou, en dat kan met de NLCS. Dus die wordt op de juiste standaard aangeleverd. Dat maakt het mogelijk om hem snel op te nemen in een beheeromgeving. Vaak zijn dat GIS-omgevingen. En in feite is die data dan heel makkelijk te ontsluiten. En als die dan beschikbaar is, bijvoorbeeld de BGT, basiskaart grootschalige topografie, is die meteen bruikbaar juist in die planvorming, waarbij je dus de juiste uitgangspunten hebt. Nou, al die facetten vind je terug in GBW-CAD, dus het inladen van de BGT, van de BRK en ook vervolgens dus de mogelijkheid om jouw ontwerp te gaan verwerken. Dat is een beetje het is een BIM level 1 standaard, zo mag je hem beschouwen. Beschouwen eigenlijk in feite wat uitlopers naar een level 2. Nou, GWCAD. Het is een alles-in-één tool voor degenen die nieuw zijn met GWCAD. We hebben die ontwikkeld om tegemoet te komen aan al deze uitdagingen. En dat zal ook een alles-in-één tool blijven. We willen graag al die mogelijkheden op één plek concentreren. Dus geen modules gaan gebruiken, maar gewoon netjes één tool waar alles in samenkomt. Waarbij we dus ook klikmeldingen kunnen gaan verwerken. Waarbij we in feite ook luchtfoto's in kunnen laden, meteen op RD-coördinaten. En vooral ook aan de slag kunnen gaan met de NLCS leerstandaard. En dan heb ik hier al eigenlijk een slide met hoe dat paneel er eigenlijk uitziet. GWCAD is beschikbaar voor AutoCAD 3 versies, 2018, 2019 en 2020. Dus als je in een van die versies werkt, dan heb je hem gewoon beschikbaar. Je kan altijd starten met een trial. Die werkt 14 dagen voor je. Dus kan je eens even goed aan de slag met de functionaliteit. We leveren in feite de volledige standaardbibliotheek mee. En we gaan wat dingetjes zien. Ik ga dat gewoon live met jullie door. Om eens even te kijken van nou welke dingen, hoe werkt dat nu? Hoe gebruiksvriendelijk en snel kan dat voor je werken? Wat je hier ziet is in feite zo'n beetje de allernieuwste versie die nu in ieder geval voor mij intern ook beschikbaar is. Hè. Je ziet er ook nog een beta staan. Voor degene die aan de beta hebben meegedaan van GWCAD, want die hebben we wel gehad, een maand of drie. Die hebben heel veel feedback gegeven en die is eigenlijk allemaal verwerkt. Maar we blijven volop doorontwikkelen. We blijven ook feedback krijgen. En een aantal zaken die zul je misschien hierin terug gaan zien die eigenlijk dan tegemoet komen aan die feedback. Eén dingetje wat ik zelf heel fijn vind is dat we in het About schermpje gewoon eens even kunnen zien welke versie je in gebruik hebt. Dus ook daar is aangedacht. Dat je gewoon goed kunt zien welke versie het is. Maar er zijn nog natuurlijk veel dingen toe te voegen. En bij de gereedschappen, waar ik deze twee rode vensters omheen heb gezet. De controleerfunctie en hier zo de locatie. Dat voor later. Laten we eerst maar eens gaan kijken gewoon naar de basisfunctionaliteit. We gaan dus even kijken hoe dat werkt met die NLCS-lagen in eerste instantie. Dus ik ga switchen naar AutoCAD en dan gaan we eens eventjes van start. Ik heb hier
een tekening ingeladen. Dat is eigenlijk gewoon een standaard tekening. En die bevat eigenlijk al wat tekenwerk wat op NLCS basis is verwerkt. En hier aan de linkerkant hebben we dus het GWW-CAD paneel, eigenlijk zoals ik daarnet een afdrukje van heb laten zien. En wat we dus op dat eerste paneel hier terug gaan vinden, het NLCS paneeltje, hier bovenaan zijn een aantal instelmogelijkheden. En de instelmogelijkheden die variëren dus hier bovenaan de disciplines. Ja, dus de meest voorkomende disciplines vind je hier terug. Van wegenbouw, spoorbouw, groenvoorziening, eigenlijk de vaste NLCS disciplines. En die worden vooralsnog hier op de tweede plek vind je de status. En dat is eigenlijk het voorzetsel voor de discipline, hè, in de NLCS. Dus het begint eigenlijk met deze instelling. Dus een nieuw werk, ben je bezig met een stukje nieuw werk of ben je bezig met wat bestaand uit te tekenen, dan zal je zien dat door een instelling hier te geven, dat je vervolgens die layers eigenlijk al aanstuurt. Nou, welke layers bedoel ik dan? Daar gaan we eens eventjes naar kijken. Dat eerste regeltje hier zo, dat gaat puur over alle laaginstellingen. Dus dat is jouw geometrie. Ik heb hier al een heel regeltje met lagen. Die heb ik in het verleden al eens gebruikt. En je ziet dat onthouden wordt. Dus ik kan heel makkelijk terugswitchen naar mijn meest gebruikte NLCS lagen. Maar ben ik nu op zoek naar bijvoorbeeld een andere. Dan kan dat dus met deze knop. Waarin ik dus de NLCS boomstructuur kan gaan oproepen. Er komt een nieuw schermpje naar voren, waarin ik de mogelijkheid heb om eventjes opnieuw eventueel nog mijn lagen in te gaan stellen. Stel voor, ik ga iets nieuw tekenen in de discipline wegenbouw. Nou, dan heb je in feite hier zo de hele NLCS boomstructuur die van grof naar fijn verdeeld wordt. Dus zo hebben we hier bijvoorbeeld de categorie grondwerk. Iets met Q-net en daar iets met een bodem. Dus je ziet, ik kan het handmatig doen. Maar ik kan bijvoorbeeld ook iets hierin gaan tikken. En dat is natuurlijk het makkelijkste. Als ik daar bodem in tik, dan krijg ik vervolgens uit die hele boomstructuur eigenlijk alle lagen waar die term in voorkomt. Hè. Dus ik krijg niet alleen het Q-net die ik net al had, bodem, maar ook beplanting. En natuurlijk namen die wat langer zijn. Dus er wordt netjes gezocht naar die term in feite. Dus dat maakt het, maakt het makkelijk om naar de juiste NLCS lagen snel te komen. Nou, heb je die lagen nog niet in de tekening, dan worden die voor jou aangemaakt. En dat is natuurlijk een stuk versnelling wat je hiermee krijgt. Je hebt geen bibliotheek meer nodig waarbij je met het kwastje op en neer moet gaan om jouw lagen als het ware te corrigeren. Als je dus vervolgens laat ik hier eens eventjes een stukje grondwerk, ontgravingsvak en dan bodem selecteren. Ik zeg oké. En vervolgens wordt mijn laag hier eigenlijk actief gemaakt. In AutoCAD zie je dat de laag hier ook actief staat. Dus die loopt eigenlijk al gelijk mee op. In de eerste versies die we hadden, had je daar ook nog een commando interactie hier voor die we aan konden zetten. Maar in dit geval wordt eigenlijk die laag meteen al ingesteld. En ik kan dus eigenlijk gewoon vrij snel aan de slag met het tekenen. Ik zie dat dit nog niet helemaal goed gaat. Dat hebben we natuurlijk met live demos en dat heeft te maken met deze instelling inderdaad. Die moet ik wel eventjes op by layer zetten, want anders dan gaat dat niet helemaal goed. Polyline. En dan zie je dus dat in feite dat we gelijk kunnen tekenen. En vervolgens hier een vak hebben gemaakt dat dus in de juiste laag komt te staan met de juiste instellingen.
er is een mogelijkheid, en dat is wel een interessante toevoeging, om dus bijvoorbeeld een bestaande laag in de tekening al te kunnen selecteren en daarmee verder te gaan. Dus als ik deze knop indruk, selecteer in de tekening, en ik pak bijvoorbeeld eens eventjes hier een, eens even kijken, de paarse lijn, nou, dan zie je dat ik hier mooi een laag te pakken heb die, die betrekking heeft op de kantverharding. En ik kan dan vervolgens ook weer gelijk gaan tekenen in, in diezelfde laag. Ja, moet ik alleen eventjes deze knop indrukken, zie ik. Hè. Instellen laag, dat is wel eventjes een, als je dat kwastje gebruikt, dan moet die eventjes actief gemaakt worden. En dan kunnen we gewoon aan de slag met het aangeven van een stukje kantverharding. Nou, dat is, ik denk dat dat redelijk simpel werkt. Het aantal lagen wat hier onthouden wordt, misschien eventjes gelijk noemen, dat kunnen we tegenwoordig, en dat zul je ook merken in een nieuwere versie misschien, kunnen we gaan opslaan. Dat vind je eigenlijk hier bij een tabblad instellingen. Daar heb je een mogelijkheid om te kiezen voor opslaan. En je kan hier dus aangeven hoeveel van die laaginstellingen je wil bewaren. Ik geloof dat die standaard op 4 staat. Maar je kan hem tot 10 verhogen eventueel. Dus dat is daar allemaal in te stellen. Nou, nou eens kijken naar symbolen. Hoe werkt dat met symbooltjes? Dus dat zijn in feite de NLCS blokken die meegeleverd worden uit de bibliotheek. En ja, in feite, hier zien we wat bestaande blokjes die ik al heb opgezocht. Hier zien we iets staan met een asfalt blokje. En je kan dat hier al gelijk aanklikken en dan hangt dat in feite aan de kruisdraad. En zou ik dat gewoon in mijn tekening kunnen plaatsen en eventueel een rotatie mee kunnen geven. Dus dat, dat is vrij snel te doen. Zou je nou op zoek zijn naar een ander blokje. Ja, stel voor dat we iets willen doen met een boompje. Een bovenaanzicht. Want voor blokken heb je een bovenaanzicht en een zijaanzicht. Dat heet hier doorsnijden, maar dat is eigenlijk een aanzicht. Hè. Wordt vaak gebruikt voor dwarsprofielen bijvoorbeeld. Maar als ik eens even op zoek ga naar een boompje. Dus ik tik de term boom in. Nou, dan krijg je een hele lijst met bomen. Zodra ik hem selecteer, dan kunnen we hier ook een klein voorbeeld weergave zien van het type boom wat je daar selecteert. Dus ik kan er ook zo doorheen gaan en vervolgens ja, dus eigenlijk mijn bepaald boompje kiezen. En dan op oké klikken en dan zie je dat hij eigenlijk hier al aan de kruisdraad hangt ook. Dus vervolgens ga ik hem hier ergens plaatsen in mijn tekening. En vooral bij die blokken is het handig om ze eventueel nog een rotatie mee te kunnen geven op die wijze. En dan heb ik een blokje geplaatst. Dat is puur gewoon een AutoCAD blok. Het mooie is dat dus dat blok ook in de juiste laag komt te staan. De laag, in dit geval nieuwe werk en dan groenvoorziening. En vervolgens boom. Ja. We zijn ook aan het kijken, en dat gaat er vast en zeker aankomen. Ik weet dat dat een wens is die, die bij een aantal gebruikers leeft. Is een eigen bibliotheek nog kunnen invlechten in de standaardbibliotheek. Nou, die functie daar zijn we eigenlijk al mee bezig. Ik heb die ook hier al in zitten, maar die ga ik vanmiddag nog niet aan jullie laten zien. Daar wordt nog aan gesleuteld, maar die gaat er komen ook. Dus wanneer die er is, dan zal dat zeker een hele grote, gaan we dat in het volgende webinar denk ik oppakken. Want dat is echt wel een heel gewenste functionaliteit ook. Nou, arceringen. In feite arceringjes zien we hier ook staan. Dus er zijn wat arceringjes gebruikt, maar ik wil eens eventjes wat zoeken. Ik ga eens eventjes kijken of ik iets met asfalt kan vinden. Ook. Dus hier heb ik wat asfalt te pakken. En bij een arcering heb je natuurlijk wel iets nodig van een gebied. Dus nou eens eventjes kijken of we iets kunnen vinden. Ik pak een stukje freesvak.
En hij staat eigenlijk standaard in de selectie van een gebied. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon kiezen voor de standaard pick points in AutoCAD. En dan eigenlijk naar een gebied toe gaan. En dan eens kijken wat hij hier gaat doen. Nou, dan zie je dat die netjes opgevuld wordt. Althans, dit gebiedje met die specifieke arcering die, die daarin staat. In dit geval is het een patroon en ook nog eens een achtergrondkleurtje. Dus dat gaat allemaal vrij handig, denk ik. Op dezelfde wijze kan je dus ook, heb je al een aantal arceringen in jouw tekening, kan je ze met het kwastje ook, of pipetje moet ik zeggen, kan je ze vrij snel gaan overzetten. Dan kan je weer gewoon verder gaan tekenen. Teksten, laten we daar even naar gaan kijken. Bij teksten hebben we wat meer instellingen die we kunnen gebruiken. In ieder geval de teksthoogte is natuurlijk van belang. En dat in combinatie met jouw weergaveschaal geeft een bepaalde grootte, een fysieke grootte van jouw teksten. Het zijn dus geen annotatieve objecten die we hier gebruiken, maar echt gewoon de eindresultaten die we eigenlijk gaan verwerken. Dus stel voor dat ik een tekstje van 1,8 mm ga gebruiken en dat op een schaal van, laten we lekker staan hier op 1 op 200. En vervolgens wil ik eens eventjes hier iets gaan, eens even kijken. We hebben iets van een brug. Eens even kijken. Iets met een weg. Dus er zit hier een brugje in, in dit plannetje. Dus ik kies deze laag om die tekst te gaan plaatsen. Die tekst, dat is een 1,8. En voor degenen die al wat langer meegaan, die weten dat zo'n 1,8 mm dat een rode tekst moet worden. Dus die tekst, die komt in feite, eens even kijken, waar is de brug? Hier zo. Dus hier hebben we de brug. In feite kan ik hier gewoon een puntje plaatsen en dan een richting aangeven. Dan kan ik daar mijn tekst tikken. Te maken brug. Even kijken. Nou, dan zie je dus dat de tekst gewoon afgedrukt wordt in de tekening in rood. Dus het is een tekst die dus in die laag staat van dat kunstwerk. En die laag is in feite blauw, maar toch de tekst wordt rood omdat het een 1,8 mm is. Nou, dan eens eventjes op zoek naar een andere grootte van een tekst. Bijvoorbeeld, ik heb ook nog een 3,5. 3,5 is, dacht ik, een groen of een gele tekst. We gaan het eens even zien. Op dezelfde wijze kan ik dat op die wijze ook doen. Detail 01. Huppakee. Ja, dat is een gele tekst dus. En dan zie je dus dat die kleuren netjes meekomen. Ook dat zijn afspraken in die NLCS om die teksten een specifieke roodringkleur, noem ik het maar, mee te geven. Maar ze staan wel degelijk gewoon in de juiste NLCS-laag ook. Hetzelfde geldt in feite voor maatvoering. Ook maatvoering is het... super simpel, denk ik, om dat toe te voegen. Daar hoef je echt geen zorgen mee te maken om de juiste stijlen in feite. Maatvoering is natuurlijk een drama met stijlen. Nou ja, een drama. Het zijn objecten met de meeste instellingen. Voor wat betreft variabelen die je allemaal kunt instellen. Dus het kan een heel gedoe zijn om dat in een bibliotheek bij te gaan houden. Nou, hier is het allemaal wat makkelijker. We kunnen in feite gewoon weer een bepaalde grootte instellen. We hebben wat opties hier die we mee kunnen geven, zoals een schuinschrift. We kunnen de snijpunten opgeven, dus standaard pijltjes, maar wil je een bolletje, ook dat kan. En wil je wel of niet aanhaallijnen, dus de lijnen van de objecten die je gaat maatvoeren. Vervolgens nog wat instellingen voor de decimalen. En de schaal ook weer natuurlijk. De schaal maakt heel wat uit. Eens even kijken of we hier zo een laagje kunnen vinden waar we de tekst op kunnen plaatsen. Nou. Eens even kijken. Ik pak maar eens even iets hier zo. En vervolgens gaan we hier eens een maatje plaatsen. Eens even zien. Deze.
Hoppakee. En dan wordt je tekst of je maat wordt daar netjes geplaatst. Ja, in feite de juiste kleur weer met in de juiste NLCS-laag. Dus de volgende die ik ga plaatsen, zal ik hem eens in een iets grotere afmeting zetten. En dan gaan we dat langs deze kant plaatsen. Ja, dat is de verkeerde. Ja, dat was een tekst natuurlijk. Dus we kiezen even deze. Ja, 5 mm. In dit geval zo'n pijlpuntje. Dus op die wijze kunnen we dus vrij snel gewoon de maatlijnen ook gaan plaatsen. Nou, je ziet de ene heeft bolletjes, de andere pijlpuntjes. Dus dat is vrij makkelijk, denk ik, op deze wijze te doen. Nou, dat is in de basis, dat is het hart van GWB-CAD in feite. Hè? Dus ja, snel en makkelijk de 5 basiselementen gaan gebruiken. Lagen, symbolen, arceringen, teksten en maatvoering. Die hebben we zo opgezet dat ze volgens mij heel gebruiksvriendelijk zijn. Als je nou toch nog hier nog wat opmerkingen op hebt of wat ideeën over, schroom niet hè, om ze gewoon netjes eventjes te melden. Stuur een mailtje of contacteer ons eventjes daarover. Want dat biedt in feite gewoon, we willen dit echt zoals het gebruiksgemak staat bij ons bovenaan, zeg maar. Hè. Het moet een tool zijn die gewoon lekker jou gaat ondersteunen in de werkzaamheden. Eens even kijken. Dan springen we eens eventjes terug naar de slide. Eens even kijken. Ik heb de eerste punten zo'n beetje laten zien aan jullie. We gaan nog naar een aantal dingen kijken hier. En dat zijn, dat is de eerste, dus eventjes de NLCS Legenda. Dat is ook een heel handig object, wat er al ook een aantal versies in zit. Waarin je dus heel snel een mooie legenda kan maken van jouw tekenwerk. Dus dan gaan we eens even kijken. Die legenda. Waar vind je die? Die vind je onder de gereedschappen. Dus onder de gereedschappen. Waar je onder andere de klikmelding ook kunt inladen. Dat zal ik nog aan jullie laten zien. Waarin de nieuwe functies ondergebracht zijn. Die komen ook nog. En hier de legenda vindt. Nou, we gaan eens kijken wat we daarmee kunnen. Allereerst een schermpje waarin je een keuze maakt tussen wil je een tabel met alle elementen in je tekening of wil je een selectie maken. Nou, we gaan eens even voor de selectie om in feite niet alles te hoeven. Ja, dan krijgen we wel een hele grote tabel. Dus ik maak hier eventjes een crossing selectie gewoon over dit kruispunt hier. En dan gaan we eens even kijken wat we daar allemaal tegenkomen. Nou, allereerst krijg je een representatie in dit venster van de onderdelen lijnen, symbolen en arceringen. En als het gaat om de lijnen, kunnen we, wat je hier eigenlijk al ziet, is dat we daar de aantallen hebben. De aantallen van de lijnen. Ik weet dat er ook wensen zijn om de lengtes en dergelijke erbij te gaan plaatsen. Ook dat zijn zaken die zijn nog niet helemaal doorgevoerd. Dat moeten we echt nog even oppakken. We hebben hier wel een vinkje, de aantallen. Dus we kunnen die erbij plaatsen, maar dat heeft eigenlijk meer zin voor de volgende, de symbolen. Dus de aantallen symbolen, die zijn wel handig om denk ik in het lijstje te zetten. Die worden netjes opgeteld en er wordt in feite geplaatst in een AutoCAD tabel. Dus we gaan eens kijken hoe dat eruit ziet. Ook de schaal geldt hiervoor is van belang. Dus laten we eens eventjes gewoon op die 1 op 200 blijven staan. En eens kijken hoe dat eruit ziet. Plaats hem eventjes hier aan de zijkant. En als het goed is kunnen we hem daar dan bekijken. Dus dit is de legenda functie. Met bovenaan, ik weet niet of het een beetje doorkomt, maar het is in geel. In feite is het gewoon een AutoCAD tabel die je ook van stijl kan veranderen natuurlijk. Hè? Want in feite hebben we deze gewoon volgens de standaard
Nou, de tabel staat LCS Legenda. Dus die wordt wel aangemaakt. Maar die is in feite altijd weer aan te passen, waarin je dus gewoon wat kleuren en dergelijke kunt regelen. Maar hier staan dus alle lijnen, alle lagen ook waar die in staan. Nou, wat je hier eigenlijk al ziet is dat dit niet helemaal conform de NLCS is. Dus je mist wel wat zaken. Dat is een mooie voor de controle die we later eens even gaan bekijken. Hier zo de symbolen met de namen eigenlijk. Dus dan zien we dus dat bepaalde arceringen qua aantallen, groenvoorziening, hè, dat zouden bijvoorbeeld bomen kunnen zijn, hè, die worden netjes opgeteld. Met hier zelfs ook de wegbeleiding en wegsymbolen, die dus in feite ook allemaal netjes in een lijstje komen staan. Als laatst hier de arceringen met daarin de patronen die gebruikt zijn. Dus eigenlijk een complete legenda die daarvoor die in één keer tot je beschikking hebt. Nou, denk heel handig in gebruik. Je kan hem eventueel uitbreiden met een extra kolommetje erbij bijvoorbeeld. Of wat eigen zaken die je erbij wil vermelden. Dit is gewoon een AutoCAD-tabel, dus je kan hem gewoon zelf aanpassen. En desnoods exploderen van mijn part en daar je eigen tabel van maken. Ik denk dat het handig is om alles in één keer in een lijstje te krijgen. Oké. Dan gaan we eens kijken naar het onderdeel van PDOC. Dus de publieke dienst op de kaart. Die vind je dus ook onder de gereedschappen. En voordat ik daarmee verder ga, start ik even een andere tekening. En met als reden omdat we hier natuurlijk, we gaan wat data erin zetten, uit laten tekenen. En dat zou een beetje, dat advies kan ik je in ieder geval meegeven. Hè, om dat vooral in nieuwe tekeningen te doen. En dan in feite gewoon met de XREF techniek te werken. Om die data dus wel of niet zichtbaar te maken in jouw project. Ik denk dat dat gewoon handig is. Dus wat ik ga doen, ik start even een nieuwe tekening. Die ik al een beetje heb voorbereid. Ja, en in zo'n tekening heb ik een projectgebied. Dat is iets wat je nodig hebt. Heb ik eventueel een XREF op de ondergrond zitten. In dit geval is dat diezelfde tekening die we net zagen. En wat je hier eigenlijk ziet, dat zijn de Bing Maps op dit moment. Dus de Bing Maps die je in feite ook in AutoCAD aan en uit kunt zetten. Ik zet ze nu eventjes uit voor het overzicht eventjes. We leveren tegenwoordig ook een GWCAD template mee. Dus als je met die template start in AutoCAD en je bent ingelogd met je Autodesk ID, hier rechtsbovenaan, dan komen die Bing Maps automatisch op. Dat kan anders zijn, maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om je luchtfoto in te laden. En dat zal ik ook laten zien. Laten we eerst maar eens beginnen hier met het venster op te roepen van PDOC. Waarbij we dus de keuzes kunnen gaan maken. Nou, aardige een nieuwigheid die ik ook nog kan laten zien is als we de BRK, laten we daar maar eens mee beginnen. Als we die selecteren is dat we nu ook de oppervlaktes in de percelen kunnen genereren. Die wordt nu netjes uitgetekend. Dus ik selecteer die erbij. En ik heb al een download gedaan van dit gebied. Dus ik denk dat is wel zo handig, hè? Zitten we een beetje nutteloos te wachten. En voor degene die zich afvragen, wat is dat precies? Nou, normaal gesproken selecteer je dat gebied en moet je natuurlijk die data gaan downloaden. Maar heb je hier zo de mogelijkheid om de vink te plaatsen voor bewaar voor later? Bewaar voor later betekent dat je een zip-bestand, die download die jij gaat doen vanaf PDOK, dat je die download kan bewaren. En dat maakt het handig om elke volgende keer of in een nieuwe tekening die data opnieuw weer uit te kunnen tekenen. Dat heb ik al gedaan. En dan kies je daarna de optie opgeslagen data. Dus die zet ik nu aan. Ik ga vervolgens het gebied selecteren wat ik hier heb. En dan zeg ik gewoon, nou, begin maar eens, start.
En dan heb ik vervolgens hier zo de mogelijkheid om naar de juiste map te gaan waar ik die zipfile heb bewaard van dit gebied. Hè. Dat moet natuurlijk wel met elkaar overeenkomen. Dus de data die je downloadt, die heeft altijd een relatie met dat projectgebied. Dus dat moet wel overeenkomen. Nou, ik selecteer hem. En die zipfile hoeft niet eens uitgepakt te worden. Die wordt door GWWCAD in feite uitgepakt. En in feite hier zien komen nu. Is die al uitgetekend. En laten we eens even gaan kijken of dit inderdaad ook wat oppervlaktes heeft gegenereerd. Nou, ik denk dat je ze netjes ziet staan. Dus we hebben hier perceelnummers. Kavelgegevens. Met de oppervlaktes erbij. En ook in feite de wat je erbij ziet zijn de huisnummering. Dus die staat er ook netjes allemaal bij. Ja, het is gewoon super handig om gegevens in de tekening te kunnen hebben van de kadastergegevens. Hè? Dus de perceelnummers en de groottes vooral. Het is gewoon van belang als je bezig bent met een ontwikkeling om te kijken van ja, moeten er bepaalde gronden aangekocht worden en van wie zijn ze en hoe groot is het allemaal qua vierkante meters. Dit is een voorbeeldje dus van de BRK. Ik ga de tekening even sluiten en weer opstarten, zodat ik daarna een voorbeeldje kan laten zien in dezelfde tekening van de BGT. Dus hier de achtergrondkaart die ik er eventjes uitzet. En opnieuw pak ik nu de andere keuze. Ik zeg weer opgeslagen data. De optie zit hierin om de vlakvulling te kiezen eventueel. Ook daar wordt nog aan doorontwikkeld. Wat we hebben gemerkt is met deze keuze. De bedoeling is dat je dan een mooie vlakke kaart krijgt. Daar zijn echter nog wat zaken die we gaan stroomlijnen. Waardoor jouw ondergrond nagenoeg volledig wordt voorzien van de vlakvulling. Ook met de juiste kleuren en de juiste laag. Eigenlijk zoals je hem ziet, als je op de PDoc viewer zou kijken, kan je ook de vlakken bekijken. En daar zijn we aan het kijken hoe we dat slim kunnen aanpakken. Waardoor ook bepaalde gebieden die bijvoorbeeld buiten jouw projectgebied vallen, die zijn vaak open. Dat is wat lastig om zo'n gebied dan in AutoCAD gearceerd te krijgen of met een vlakvulling. Maar we hebben daar wel wat slimme gedachten over hoe we dat kunnen aanpakken. En daar zul je echt medio begin volgend jaar een hele mooie nieuwe functie zien. En daar zullen we zeker ook in het webinar aandacht aan besteden. Dus voorlopig laat ik hem even uit. En selecteer ik het gebied natuurlijk weer. En zeg ik dan start maar weer. En dan is natuurlijk weer even op zoek gaan naar de juiste zipfile. Die BGT is vaak wat groter. Duurt ook wat langer om te downloaden natuurlijk. Maar als je hem helemaal gedownload hebt, nou, dan gaat hij gelijk aan de slag om dit uit te tekenen. Dus dan hoef je er praktisch niet op te wachten. Het zijn best wel wat elementen natuurlijk, maar... En als je de melding krijgt, finished, dan weet je dat je er even op moet klikken. En dan is in feite is hier nu netjes alles uitgetekend voor je. En in de BGT vind je gewoon allerlei zaken terug. Ja, van lijnwerk, van vlakken ook. Maar ook symbolen hier en daar. Hè? Dus blokken die worden terreinafscheiding. Eens even kijken, ik dacht dat ik hier en daar ook nog nog wat andere zaken zag. Hier heb je bijvoorbeeld zo'n ondergrondse container volgens mij is het. Of is het een verkeersregelinstallatie, zo'n kast. Oh ja, dit is natuurlijk zo'n een kast voor een ferry is dat. En maar in feite de symbolen worden netjes opgepakt. Duikers, die je dus... ziet uitgetekend worden. Nou, dus ook wat ondergrondse infra zie je daarbij komen. In feite, als het in die BGT-kaart is opgenomen, dan wordt het hier netjes meegenomen. En hier en daar ook wat bruggetjes en dergelijke. Dus ik denk dat dit een hele mooie kaart kan zijn.
En zeker als je dat dus in een, gewoon in een lege tekening doet, waarin je dat projectgebied hebt staan. En deze tekening kan je nu bewaren en mooi als XRF in jouw project gaan toepassen. Nou, dat is een mooi voorbeeldje, denk ik, van de BGT. Dan gaan we er nog eentje doen met de luchtfoto. Op dezelfde wijze pak ik deze lege tekening weer terug. En dan kan ik, wat ik mooi kan laten zien aan jullie zometeen, denk ik, is het verschil tussen in feite wat we hier hebben aan de Big Maps. Dus de Big Maps die je ook tot je beschikking kunt krijgen. Dus laat ik hier eens even inzoomen op dat kruispunt weer. Big Maps gaan maar tot een bepaalde detailniveau eigenlijk. En dat is niet al te scherp, zeg maar. Dan is de Nederlandse Open Data luchtfoto is natuurlijk een stuk beter. Dus we gaan dat eens bekijken. Ik ga die luchtfoto downloaden. Die mag even uit. En op dezelfde wijze gaan we dus nu de luchtfoto kiezen. Bij luchtfoto, die moet gewoon even gedownload worden. Die wordt wel opgeslagen als een XRF plaatje. Dus die komt als een XRF binnen in de tekening. Dat is ook de reden dat je tekening opgeslagen moet zijn. Om in feite dus de locatie te weten, hè, waar die luchtfoto opgeslagen moet worden. Bij jouw project. Anders kan die XRF niet gevonden worden. Dus ik selecteer dat mooie ronde gebied. En ik zeg, nou begin maar eens met downloaden. Gelukkig gaat zo'n luchtfoto vrij snel. Althans, let wel een beetje op je gebiedsgrootte. Ja, als je een hele stad wil downloaden of een hele gemeente. Dan kan het best zijn dat je eens even geduld moet hebben. Want dat kan best wel even een bepaalde tijd in beslag nemen, zo'n download. Wat er nog niet gebeurt op dit moment, is dat de luchtfoto dus netjes ook nog wordt afgesneden, hè, rondom jouw projectgebied. Is wel iets waar we ook een kleine extra handeling die we kunnen toevoegen eventueel. En dat is handmatig ook heel snel te doen. En dat is gewoon een clipping erop zetten. Dus ik selecteer de luchtfoto hier. Ik ga hier in het menu naar Create Clipping Boundary. Ik kies hier op de commandoregel voor Select Polyline. Het is een veelhoek die ik hier heb getekend. Het is geen cirkel. Het is echt een polyline met gewoon een heleboel zijdes. Een stuk of 60 dacht ik. En daarom kan ik hem ook selecteren. En dan hebben we nu een nette ronde luchtfoto. Hij is in feite mooi geklipt. Ik vind het altijd wel aardig overkomen zo. En laten we dan nog eens kijken naar die verschillen. Dus we hebben, we zagen net eigenlijk de Bing Maps. Als ik nu naar dat kruispunt ga, dan zie je toch wel echt wel veel meer detail. We zien wat wegbeleiding. Ik kan de XRF eens even uitzetten wellicht, die eronder hangt. Dan zien we het allemaal wat beter. Dus je ziet in feite gewoon de wegbeleiding, je ziet de auto's. Als je goed kijkt, dan zie je hier en daar ook nog wat schaduws van de lantaarnpalen, schat ik in. En het is echt een stuk scherper dan de Big Maps. Ik kan dus even de rand opzoeken, dan kunnen we gewoon het verschil even beter zien, denk ik. Hier zie je een mooi verschilletje. Aan de linkerkant de Nederlandse luchtfoto en aan de rechterzijde hier zo de standaard Big Maps, zeg maar. Dat is een stuk minder scherp. Dus ik denk dat dit een hele mooie toevoeging is, ook met de open data die we tot onze beschikking hebben. Goed, even kijken. Nou, dan denk ik dat ik de meeste dingen heb laten zien, behalve de klik nog niet. Dus die willen we ook graag nog zien, hoe dat in zijn werk gaat. Nou, daarvoor start ik gewoon eens eventjes mijn echte lege tekening. Dus mijn lege tekening is in feite gewoon echt een lege tekening met op de achtergrond de Big Maps. Gewoon eventjes in dit geval van heel Nederland. Dus dit is de GWWCAD template die we uitleveren. Als je hiermee start, dan krijg je in feite gewoon Nederland te zien. Waarbij je dus in feite naar je project kunt gaan. Maar ik gebruik hem nu om dus een klikmelding te gaan inladen.
We zullen zien hoe dat eruit ziet. Ik heb die hier al staan. Dat is een klikmelding die we in het verleden ook gebruikt hebben tijdens een open air die we hebben georganiseerd. Dus we gaan eens zien wat dit gaat opleveren. Let erop hè, bij die klikmeldingen dat je dus de gebiedsinformatielevering selecteert. Dus eigenlijk is dat het grootste bestand. Dus niet die andere, die bevat weinig, of eigenlijk geen objecten. Maar meer de zaken die in de levering zitten, maar niet de feitelijke objecten. Dus die moet je hebben, de GI, gebiedsinformatielevering, die bevat de vectorelementen. Heb je nou nog een mapje erbij met bronnen hier zo, dan kan het best zijn dat het een hybride melding nog is. Hè. We gaan wel toe naar het feit dat we alleen maar de vectorleveringen krijgen, maar ik dacht dat de datum waarop die leveringen alleen maar in vectoren worden uitgeleverd, dat die weer niet gehaald is, dat die weer is uitgesteld met een aantal maanden. Dus hier en daar heb je nog wat hybride meldingen, waarbij je dus ook nog transparante PNG-plaatjes krijgt. Nou, het mooie is dat GWWCAD dat gewoon voor jou op gaat pakken. Dus ik ga het laten zien hoe dat werkt. Hier eventjes een overzicht van wat er gevonden wordt aan vectorinformatie in deze klikmelding. En voor ons hoe dat in deze tekening zichtbaar gemaakt gaat worden. En we hebben nog de keuze om eventueel geometrie, annotaties, als die erin zitten, en maatvoeringen. Om die ook uit te laten tekenen. Deze klikmelding zit volgens mij alleen maar, geometrie. Nou, je ziet, we springen hier eigenlijk in één keer naar het Fort Voordorp is dit. Daar hebben we onze open air een keer georganiseerd. Leuke locatie ook. En ik zal de achtergrond eens even uitzetten weer, zodat we beter kunnen zien wat we hier hebben. Want dit is een combinatie dus. Als ik hierop ga inzoomen, dan zie je in feite de transparante PNG plaatjes. Die worden in de tekening geplaatst op coördinaten. Maar het is ook nog een combinatie met de vectordata. Dus wat ik eens even ga doen, is de klikmelding die op de achtergrond als één plaatje als XREF is ingeladen, die zal ik eens even uitzetten. Of even unloaden. En dan kunnen we beter zien, denk ik, wat we hier wat er overblijft. En dat is dus de vectorinformatie. Dus de vectorinformatie, dat zijn dus de lijnen. In dit geval is dit volgens mij wat drainage. Als ik me niet vergis. Ja, kijk, dat zit onder een voetbalveld. Dus dat zijn de vectorlijnen die in feite in de klikmelding zaten. En die ook netjes op een NLCS-laag zijn geplaatst. Althans de eerste termen. Hè, en vervolgens dus meekrijgen van welke eigenaar die afkomen. Nou, ik denk dat dit ook een hele mooie toevoeging is. Zeker om te gaan gebruiken. In feite zou je geen informatie moeten missen. Hè, maar het kan dus zijn dat je wel hier wat grovere gegevens krijgt te zien. In de vorm van pixeltjes zijn het. Hè? Dus dit is de oude vorm en de nieuwe vorm. Daar zijn we helemaal op voorbereid. Het is in ieder geval mooi dat ze allebei samen hier te zien zijn. Dus nou, we hopen dat de klik inderdaad hier snel mee is. Ja, dat denk ik ook. We gaan er in ieder geval naartoe. Ja, heel mooi. Nou, zeer volledig verhaal. Alle functies langsgelopen. Ja. Dus, zelfs inderdaad de nieuwe dingen vanuit de beta. Dus, nou, die gaan we nog even bekijken. Die gaan we nu nog even, ja, de dingen, ik zie steeds beter bij jou. En dan denk ik, ja, je bent in de beta, maar de nieuwste. Ja, nee, er komen nog even een paar dingen langs. Colin, ja. Die wil ik graag even laten zien. Dan kunnen we mooi mee gaan eindigen hier. Ik denk dat dat leuk is. Allereerst eens even die kaart. De locatiekaart. Ja, want dit is nieuw. Ja, dat hebben jullie nog niet op dit moment. Maar dit gaat er echt snel aankomen voor jullie. Het is gewoon handig om in feite, je zag dat als ik net ging starten met die GWWCAD template, ja, dan kun je in feite gewoon meteen naar je project toe en dan kun je dat projectgebied gaan tekenen. Nou, wat je hiermee kunt, is eigenlijk zonder het starten met die template,
Dus al start je met je eigen bureau template. Dus toch even een mooie kaart oproepen en daar jouw projectgebied op gaan tekenen eigenlijk. En dat wordt netjes overgezet in de tekening. Dus er wordt een polylijn gegenereerd van datgene wat je hier op de kaart gaat aangeven. Daarbij werkt dit in alle situaties. Hoe werk je nou in millimeters of in meters? Dat werkt vooral, ja, dat zie je dan wel gebeuren. Architecten, die werken dus in millimeters vaak. En dan, ja, dan zie je nog wel eens dat het fout gaat als ze niet starten met de juiste template. Dus hoe werkt dat? Ga het laten zien. En daarvoor start ik ook gewoon eens eventjes met een met bijvoorbeeld een ACAD ISO. .dwt, dat is een millimeter template. Ja, als je die start in AutoCAD, die heeft iedereen, die krijg je erbij bij de installatie. Dit is een millimeter template zonder iets van instelling van coördinaten. Dus dit is vaak gewoon een situatie waar veel mee te maken hebben. Start gewoon met, als je, laat ik zo zeggen, als je AutoCAD standaard installeert en je start hem op, dan zie je deze template. Ja. Dus even kijken hoe dit nu werkt. Locatie. Dus als ik op de locatieknop ga drukken, dan krijg ik het kaartje te zien. In dit geval het kaartje van Nederland. En ik kan op dat kaartje gewoon gaan inzoomen als ik dat wil. Dus we kiezen hier eens eventjes een gebied. Ik zie hier Alphen aan de Rijn. Nou, dat lijkt me wel wat. En dan wil ik eigenlijk rondom heel Alphen aan de Rijn, of misschien zou het niet heel te groot maken, maar misschien bijvoorbeeld hier het centrum. Ik wil hier gewoon een soort van een gebied aangeven. Dus ik kan hier gewoon met een aantal klikjes een soort polylijn maken, een gebied aangeven. Ik zeg van, nou, dat is mijn project. En dan zeg ik oké. Okay. En vervolgens wordt deze polylijn wordt dus in de tekening geplaatst en wordt in feite op de juiste plek geplaatst. Die wordt dus, ja, als je goed meekijkt hier onderin, zie je de RD-coördinaten al staan. Nou, het mooie is dat we nu dus, als ik deze tekening even zou opslaan nog, huppakee, ook iets van een luchtfoto kan inladen om te laten zien dat we gewoon op de juiste plek staan. Geen idee hoe lang dit duurt, maar ik heb een niet al te groot gebiedje gekozen, dus ik denk dat dit wel vrij snel kan gebeuren. Dan kunnen we in ieder geval zien dat we op de juiste plek zitten in Nederland. Pak ik even de slide terug. Wat we nog gaan toevoegen hier, waar we naar gaan kijken, is een combinatie met een geoserver. Dat je in feite alleen je straat en huisnummer intikt. En dat je meteen op de kaart op de juiste plaats gaat staan. Dat zou natuurlijk wel helemaal top zijn. Of dat je zoekt op stad. Dan hoef je niet eerst te gaan zoomen en scrollen naar de juiste plek in Nederland. Nou, ik denk dat dat voor... verzeker voor heel veel architecten en heel handig kan zijn ook. Maar in feite voor iedereen. Even teruggaan en dan zien we inderdaad dat de luchtfoto er al in staat. Nou, volgens mij komt dat aardig overeen met Alphen aan de Rijn. Dus ja, een mooi voorbeeldje denk ik van die kaart. En dan die andere. De controle. Die staat op de volgende slide. Dat is ook nu. Ja. Als je op NLCS tekent en je moet het aanleveren, dan kan het best handig zijn om eens even jouw tekenwerk te controleren natuurlijk, voordat je het eruit stuurt. Zo'n tekening kan gewoon ontzettend veel lagen bevatten. En ja, hoe weet je dat het de deur uit gaat? En aan de andere kant van de ontvangende instantie, denk aan gemeentes, provincies, ja, zou natuurlijk een ideale check kunnen zijn. Nou, hoe werkt dat? Gaan we laten zien. Ik ga wat controleren. Dus ik druk de knop aan. In feite wordt er al een processing op losgelaten. Er wordt gekeken naar welke objecten worden hier in deze tekening eigenlijk nu al gevonden. En daarna de mogelijkheid om wat zaken aan en uit te zetten. Dus je kunt zelf bepalen waar wil je allemaal controleren. Hè? Bijvoorbeeld de tekenlaag 0 en DevPoints. Ja, daarvan weten we. Die zijn standaard altijd in AutoCAD aanwezig. Kan je ook niet zomaar weglaten. Wil je dat nou wel of niet in de rapportage hebben? Nou, stel voor, ik wil hem niet erin hebben. Dan vink ik hem hier uit. Wil je wel of niet XREF lagen? En eventueel de correcte lagen opnemen? Ja, dat willen we. Dus ik zeg oké. Okay, ik ga dat bestandje eventjes opslaan. En dat had ik al een keer gedaan. Maar ik ga hem overschrijven.
En dan gaan we gewoon hier eens kijken wat we allemaal tegenkomen. Dus het is een net rapportje. Voorlopig als een tekstfaal. Nou ja, welke versie van de GWW-kat gebruik jij? En vervolgens wat instellingen die ik heb gemaakt. En dan krijg je hier dus eigenlijk de check. Nou, er worden hier wat lagen dus gevonden. Hè? Hier zo, bijvoorbeeld betonpaal. Ja, dat is een laag die is niet NLCS correct. Dus dat krijg je hier netjes op een regeltje teruggekoppeld. Zo zijn er natuurlijk ook lagen die wel voldoen aan de NLCS. Ja, dat zien we dus hier zo. Dit zijn lagen die voldoen er wel aan. En zo krijgen we natuurlijk een heleboel lagen te zien. Een heleboel ja, maar ook hier en daar wat nee. Dus daar zijn wat. Ik denk dat dit een heel ander rapport kan zijn. Om eens eventjes door een tekening te halen. Je ziet ontzettend veel lagen komen hierbij. Heb je hier nu nog goede ideeën over? Nou, dan hoor ik ze ook graag. Om hier eventueel in mee te gaan nemen. Hè. Het is een behoorlijk uitgebreid rapport. Omdat ik natuurlijk ook alles aan had staan. Tot elk object wat je hier eigenlijk voorbij ziet komen. Met een objecthandle die daarin zit. Dus het is een vrij lang rapportje geworden. En ik geloof dat we hier op het laatst ook nog wat krijgen. Over de stijlen. Hè, bijvoorbeeld sommige stijlen in de tekening. Ja, die voldoen wel aan de NLCS. Maar er zijn ook stijlen die er aanwezig zijn. Die niet voldoen, althans niet qua naamgeving. Excuus, ja. Nou, ik denk dat dit goed is om, om erbij te hebben. Dus dat is wel weer een stapje voorwaarts. Nou, zoals ik al zeg, ik denk in de eerstvolgende 1.1 release kan je deze tegemoet gaan zien. Zeker van belang. Ik bedoel, je bent nooit alleen op de wereld. Je krijgt ook af en toe dingen aangeleverd. Die wil je ook gewoon gecontroleerd hebben. Dat zien we. Hey, en die BIM levels, zoals je ze genoemd hebt. Ja. Natuurlijk, het maken is één. Het controleren is gewoon twee. Wat je moet doen in je huidige workflow. Dus super belangrijk dat erin zit. Hartstikke mooi. Ja, zeker. Nou, er zijn nog wat toekomstige events waar we jullie even op willen attenderen. Het volgende webinar wat we gepland hebben staat voor dinsdag 4 februari. Zit wel weer een nieuwe jaar. En dan zullen er waarschijnlijk nog wat andere zaken voorbij komen, nieuwe dingen. Het gaat heel snel en waarschijnlijk zullen we nog wat zaken gaan aanstippen die ik hier ook heb laten zien. En ik verwacht dan ook de projectbibliotheek, je eigen bibliotheek, te kunnen gaan melden. Er is een workshop in diezelfde week, vrijdag 7 februari. En dus zeg je van nou, ik wil eens echt even wat knoppen gaan indrukken met GWW-CAD. Ik wil ook eens even wat feedback hebben. Dan kan dat. Dan kan je daarvoor gaan inschrijven. Als die beschikbaar is op de CAD & Company website, dat event. Het kan zijn dat die pas begin volgend jaar erop komt te staan, maar hou die in de gaten dan. En eventueel, dat is een dag denk ik die je nu al kan vermelden in jouw agenda, de CAD & Company University. En dan 2020, dat wordt echt een event waar je gewoon bij moet zijn. Donderdag 8 oktober, voor degenen die afgelopen keer erbij waren. Ja, dat was weer een geweldig event waar ontzettend veel kennis is gedeeld met elkaar. En dat gaat vast en zeker bij deze ook gebeuren. Super. Dus, zeker. Nou, mooi dat jullie zijn blijven hangen. Het was toch weer een hele zit zo van een uur. Ja, John die deelt zijn kennis natuurlijk zo graag. Laat alles zien, dus ben ik alleen maar bijzonder blij mee. Maar, en het is opgenomen, hè? Dus wil je later nog eens terugkijken, dan kan dat ook. Ja. Als je dit webinar verlaat, dan krijg je als het goed is nog een stuk of twee vragen. Maak er gebruik van. Geef eventjes aan welke... Welk onderwerp je bijvoorbeeld nog eventjes zou de revue willen laten passeren. Of maken gebruik van om wat feedback te geven. Super. Nou, dank jullie wel voor de aandacht. En ik denk tot de volgende keer. Absoluut, tot in het nieuwe jaar. Want ja, volgende week staan we hier in ieder geval niet. Dus nee, maak er al een mooie kerst van en tot in het volgende jaar. Dankjewel.